gebeurt bij jou echt heel erg veel in deze aflevering, hè? Ja, ik zie het inderdaad. Als ik het terugkijk nu ook, dan denk ik ook echt... Ik had het echt anders moeten aanpakken. Ik vond het wel echt een hele grote joke. Ik zat serieus op de bank en het is niet geloofd dat ze... You go, girl. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aftertalk van Are You The One? Het is alweer de 5e aflevering en ik snap niet wat hier gebeurt. Nog steeds hebben ze geen match weten te vinden. Gelukkig heb ik hier twee van de hoofdrolspelers die ik absoluut alles ga vragen over wat hier nou eigenlijk gebeurt. Hij zat in de aflevering nog heerlijk te poedelen in het zwembad, maar is helemaal opgedroogd. Het is Joey. Ja, geen applausje. Ja, klein applausje. Kleintje. En welke vrouw kent hem nou eigenlijk beter dan zijn eigen zus? Welkom, Jamie. Dankjewel. Naast haar zit mogelijk zijn match. We weten het niet. Het is Divi Divi. Hi. Hallo. Hallo. En ook Divi Divi heeft haar zus meegenomen. Dus het is een hele familiebank. Het is Almiki. Hallo. Hallo. En oud en vertrouwd is ze er weer. Onze matchmaker. Het is Sharon. Hi. Welkom. Dank je. Ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. En dit is Are You The One, de aftertalk. Lieve mensen, hoe gaat het met jullie? Lekker. Gaat lekker. Ja? Niet klagen. Ja. Hoe is het leven sinds je uit de villa bent? Was even acclimatiseren. Was het voor jou ook zo? Ja, voor mij was het best wel... Ik moest echt weer down to earth komen. En even weer gronden in mijn eigen huis. Ik vond het best wel zwaar toen ik terugkwam. Wat vond je vooral zwaar? Nou... Ik denk dat je zit, als je een week met vriendinnen weggaat, ben je al helemaal kapot. Laat staan een maand met mensen die je niet kent. Dus ik moest wel echt even weer tot mezelf komen. Alsof je 19 nieuwe familieleden hebt die ineens ook in je leven zijn gekomen en iets soort van niet meer van ze afkomt of zo. Ja. Maar wel op een leuke manier. Ja, op een leuke manier wel. Maar... Ja, maar gewoon heftig. Ja, gewoon even intense. Heftig dat je thuis komt, dat je even denkt van oké, wat is er gebeurd? En normaal slapen en zo, weet je wel, die dingen. Almiki, wat dacht jij toen je hoorde je zus gaat meedoen aan Are You The One? Ik vond het leuk en spannend. Ja, moet ze lekker doen. Wat dacht jij toen je de mannen in het huis zag? Wie dacht jij dat een match zou kunnen zijn voor Divi Divi? Vind ik lastig. Ik had er eigenlijk een paar die ik wel een match vond. Gebaseerd op de voorfilmpjes? Gebaseerd op die voorfilmpjes. En dan vooral op wat ze zeiden. Dus ik heb niet echt naar fysiek gekeken. Maar wel naar wat ze zeiden. En toen dacht ik dat Boudewijn misschien wel een match was. Nou, waarom Boudewijn? Ja, ik weet niet. Hij zei gewoon een paar dingen. En toen dacht ik, ja, dat is een match. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou, jullie zijn natuurlijk wel echt twee die behoorlijk om elkaar heen draaien. Ook in deze aflevering wil vooral jij erg graag die Truth Boot in. Zeker weten. Hadden jullie vanaf dag 1 een klik? Ja, denk het wel. Ja, het ging allemaal heel snel. Ook als je die afleveringen terugkijkt, dat je denkt... dit was toch veel later? Of je vergeet een beetje... Tijdsbesef is even een beetje anders. Ja, de tijd is gewoon weg. Ja. Dus toen ik het ook zat te kijken, dacht ik echt... wow, was ik toen al zo... Had ik toen al zo'n connectie met Joey? Dat gaat heel snel, inderdaad. Ik denk dat we toen zeg maar ergens na de lunch zaten te praten op een bankje. En toen was het echt zo van, oké, ja, misschien zijn we wel elkaars match. Ja, zo ging het inderdaad. En hadden we het gewoon zeg maar doorgetrokken. Geel gewoon chillen samen. Ja. Hoe baseer je dat dan? Wat voor dingen in een gesprek zoek je om te beseffen... hey, misschien is dit wel een match? Best wel veel mensen in het huis zeggen van... ja, weet je, ik heb aangegeven dat ik van dieren hou... en jij bent een dierenvriend, dus wij zijn een match. Of je houdt van de Efteling. Ja, maar zo ga je ook wel denken. Ja. Want het kan alles zijn, want je weet niet waarop je gematcht bent. Nee. Dus je gaat gewoon van alles bedenken waarom het zou kunnen zijn. Van, oh, hij heeft een kat, ik heb een kat. Ja, wij zijn die match. Ik ga je weet het niet. Voor mij was het niet echt, zeg maar... Ja, ik weet niet, ik probeerde gewoon wel de diepgang op te zoeken van... oké, waar kom je vandaan? Hoe zijn je ouders? Wat heb je meegemaakt? Wat zijn je normen en waarden, weet je? Ja. Dat vond ik in ieder geval heel belangrijk, want ja, ik kan wel op uiterlijk afgaan... maar dan, althans heb ik vaak gedaan en dat is allemaal bergafwaarts gegaan. Ja, heeft nog niet gewerkt tot nu. Nee, tot nu toe niet. Jamie, is dit wat je hier hoort, dat Joey de diepgang opzoekt met vrouwen? Is dat een Joey die je herkent? Ja, absoluut. Joey is wel een persoon die best wel, hoe zeg je dat... picky kan zijn. Kieskeurig, zeker. Kieskeurig. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zoekt hij zeg maar, het mooie van alles en iedereen op. En hij gaat altijd uit van het positieve. En ik denk dat hij ook best wel de opdracht aan wilde gaan... van wie is nou precies mijn match. Ja. Dus ja, ik vond het heel leuk dat hij meedeed. Hoe is het voor jullie om jezelf überhaupt terug te zien?
ik ging sowieso een stuk op mezelf. Het is toch wel grappig dat je naar jezelf kijkt en je zit in een bubbel. En je ervaart jezelf als je daar bent toch anders dan dat je jezelf terugziet. Maar ja, het was gewoon grappig. Ik kijk er wel met een leuk gevoel naar terug. Ja, ik ook wel. Ja. Ik vind het niet heel raar om mezelf te zien. Ik vind het dus eerder raar om gewoon steeds te bedenken van, oh, was dat toen gebeurd? Heb ik dit gezegd? Dat, zeg maar, dingen die ik gewoon vergeten ben, ja. Waarvan ik niet meer weet. Of een gesprek die ik gevoerd heb met iemand, dat ik denk, oh. Het gaat allemaal zo snel daar of zo. Ja, dat. Joey en Divi Divi leken een hele goede klik te hebben. Dus laten we heel even kijken naar hun romance. Oh, wat erg. Nou, de twee vrije zielen voor het huis. Dank je. Cheers. Op ons. De alcohol in. Ja. Wel een leuke bikini. Ja. Dank je. Ja. Kijk, al zo chagrijnig. Kan zijn. Ja. Maar als het ware, als ik dan bijvoorbeeld jou zie en dan met Jamal en denk ik, lijkt me ook wel gezellig om weer even met jou dat te hebben, in het huis. Ja, het is super lastig om jezelf open te stellen, terwijl de andere persoon nog niet helemaal precies weet waar ze zelf aan toe is. Maar ik begrijp het allemaal. Dan denk ik bij mezelf, bedankt bij je toeschappen, maar dat is zeg maar een soort van dubio van het ruimte geven en loslaten. Dat heb ik wel eerlijk gezegd, want ik voel dat gewoon nu nog niet echt. Ik weet het, En dat valt mij ook wel op en het is ook gewoon prima. Wat het aan Joey is waardoor ik die vonk niet voel, dat is echt puur nu op uiterlijk gebaseerd. En ik wil dat stukje ook wel een beetje los kunnen. Ja, als Joey en ik geen match zijn, dan denk ik dat hij best wel baalt dat we dat niet zijn. Maar ik denk dat hij daar wel overheen komt. Het is een grote jongen, dus komt wel goed. Je bent een grote jongen. Ja, zeker. Het wordt even een paar keer herhaald. Oh, wat erg. Ja, ze zegt hier dat het toch dat fysieke stukje is dat ze dan mist. Hoe is dat voor jou om dan te horen? Aan de ene kant is het niet echt ego-strelend. Dat ga ik heel eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, ja, weet je, als zij het gewoon zo ervaart, dan is dat gewoon wat het is. En dan kan je heel laag springen, maar ja, all good. Ja. Vond je haar op dat moment wel echt leuk? Ja, tuurlijk. Zeker. Ik heb alle dames als het ware gescreend in het huis. Je bent op zoek naar je perfecte match. Ja. Ja, letterlijk dat. En dan vallen een paar af en een paar blijven over. En daarbij dacht ik nog wel echt dat Divi op dat moment wel echt de persoon was waarmee ik het meest klik voelde, zeg maar. Ja. Divi Divi, hoe was dat voor jou? Je bent met Joey op date geweest, maar je zegt toch wat meer te voelen voor Jamal. Waarom dan niet Jamal kiezen voor die challenge? Ik moet zeggen, ik had met Jamal dat ik misschien bij hem dan wel meer aantrekkingskracht voelde. Maar met Joey had ik gewoon qua gesprekken en zo voelde ik me fijner bij Joey, zeg maar. Ik voelde me meer op mijn gemak bij Joey. Dus waar ga je dan naar kijken? Tot iemand waar je je meer tot aangetrokken voelt? Of juist iemand waarmee je van binnen beter klikt? Ja. Saron, hoe lastig is dat om dat uiterlijk eventjes opzij te zetten en je daar dus overheen te zetten? Is dat mogelijk? Ja en nee, denk ik. Nee, het is super lastig. Ik bedoel, ze zitten daar onwijs kort. Ik denk misschien wel te kort überhaupt om dat helemaal aan de kant te kunnen zetten. In hoeverre dat je dat natuurlijk al aan de kant kan zetten. Maar ja, het is super lastig. Ik bedoel, het eerste waar je naar kijkt bij iemand waar je op aangaat is toch een bepaalde fysieke aantrekking. Ja, Almieke, jij bent de zus van Divi Divi. Wat voor jongens nam zij hiervoor mee naar huis? Ik weet niet of ik dat allemaal kan vertellen. Tuurlijk wel. Op wat voor jongens valt je zus gewoonlijk doorgaans? Ja, wel wat Divi zegt, van die jongen moet wel heel knap zijn en hij moet ook wel een beetje gespierd zijn. Maar hij moet ook zeker grappig zijn of iets te zeggen hebben. Het ligt eraan wat je ermee wil gaan doen, maar voor een relatie. We zoeken een relatie. Oh, ja. Oh, oké. Ik weet niet hoeveel jij praat in andere situaties. Ja. Dus daar ga ik me ook niet mee bemoeien. En waarom denk je dat het je zus nog niet is gelukt in de liefde? Ja, geen idee. Waarom niet eigenlijk, Dief? Ja. Je bent zo leuk. Nee, ja, ik denk... Ik heb hiervoor in een hele lange relatie gezeten met iemand. En ik denk dat toen dat uitging, dat ik zoiets had van, ik wil niet nu alweer gelijk in een relatie. Maar ik ben wel een relatiemens, dus ik miste het wel heel erg, dat samen zijn met iemand en zo. Mm-hmm. Dus ik was wel een soort van op zoek en dacht, oké, dit programma is misschien dan wel heel top. Oh, Mickey, wat? Jamie, waarom heeft Joey The One nog niet gevonden? Als ik eerlijk ben, denk ik dat hij er misschien nog niet klaar voor is of klaar voor was. Ja, ik weet het misschien nog niet de tijd ervoor. Jamie, gaat hij zijn match vinden in de villa? Daar heb ik ook heel erg over nagedacht. Misschien op papier wel, maar of het uiteindelijk op lange termijn iets gaat worden, daar heb ik mijn vraagtekens bij. En op wat dat gebaseerd is,
Dat is gewoon een gevoel dat ik heb. En ja, we gaan allemaal een beetje af op ons gevoel, hè? Dat is het hele ding. In de groep zijn de meningen verdeeld. Sturen ze het prille koppel Denzel en Damiette naar de Truth Booth of verlossen ze Divi Divi en Joey eindelijk uit hun knelpunt? Hopelijk is het dan een perfect match, want anders... Anders hebben we totaal geen informatie weer uitgehaald. Ja. Is weer weggegooid. En is weer weggegooid. Het voelt alsof we nou een gok in het casino hebben genomen en hopen op geluk. Ook hoe ze elkaar zo aankijken. Zo. Fucking dom. Ja, wat vonden jullie in het huis nou van deze keuze? Nou, van de ene kant had ik zoiets van, het is nooit verspeeld. Want als we ze wel meer tijd hadden gegeven, hadden zij al die tijd wel met z'n tweeën misschien opgetrokken. En nu wisten we gelijk, ze zijn geen match. Dus dan gaan ze ook niet nog verder dat uitzoeken. Ik vond het sowieso, toen ik wist dat hun naar binnen gingen, moest ik gewoon lachen. Want ik vond het gewoon echt een hele grote joke. Ja. Want, ja, hij is natuurlijk net binnen en hij valt een klik met Damiette. Dus dat is natuurlijk gewoon prima. Weet je, daar moest je natuurlijk zelf achterkomen. Maar je haalt meer informatie uit andere koppels naar binnen te sturen. Ja. Maar ja, het zij zo. Wat was de betere keuze geweest? Ja, wellicht Joey en Divi Divi. Ja, want je was het echt niet eens met hoe dit nu gespeeld wordt. Hè? Want is dit dan een tactische keuze? Ik ben sowieso biased, want ik wilde gewoon naar binnen. Want het zou best wel, het zou voor mij heel handig zijn om te weten, voor Divi vooral, maar ook bijvoorbeeld voor Jamal. Ja, want daar zat echt een soort van de verwarring. Hè? Is het Jamal, is het Joey, waar zit dat tussen? Ja. Nou, wat gebeurde er allemaal in jouw hoofd op dit moment? Als ik het terugkijk nu ook, dan denk ik ook echt, ik had het echt anders moeten aanpakken. Dat ik misschien toch meer Joey een kans had moeten geven als ik dan achteraf daarover ga nadenken. En als ik dat dan zo zie, dat ik dat dan zeg, dan denk ik ook echt van, ja, ik weet niet of ik daar nog steeds achter sta, weet je wel. Dus ik snap wel de verwarring ook van mensen waarom ze dan ons bijvoorbeeld niet naar die Truth Booth hadden gestuurd. Omdat ik ook niet echt duidelijk was wie ik dan als mijn match voelde. En hierin was Damiette wel heel erg zo van, hij is mijn match, weet je wel. Ik denk dat wij echt een match zijn. Ja. En ik was heel erg van, ja, hij misschien, of hij, of... Maar ja, zoekende. Ik had ook gezien, niemand weet het, dus weet ik veel. Iedereen kan het zijn. Ja. Dus ik was heel erg aan het twijfelen de hele tijd. Dus ik snap ook wel dat mensen dan eerder op iemand anders zouden stemmen. Saron, waarom denk je dat de villa ervoor kiest om zo'n pril koppel naar de Truth Booth te sturen in plaats van twee mensen die al wat langer om elkaar heen draaien? Ik denk niet dat ze er per se voor kiezen om een pril koppel naar de Truth Booth te sturen, maar dat ze een koppel naar de Truth Booth sturen waar die op dat moment met elkaar klikken. Het is natuurlijk echt een momentopname. Je moet denk ik ook, ik ben er niet bij, maar volgens mij moet je best wel snel schakelen, een keuze maken en is die keuze ook alles bepalend voor de groep. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat er best wel een druk op staat. Je moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel wat. Ja, we hebben kunnen zien, geen perfecte match. Nee. Waarom passen Denzel en Damiette niet bij elkaar? Damiette en Denzel staan echt, nou... daar, ver, uit elkaar in het leven. Oké. Ja, nee, ik, leuk voor vakantieliefde. Maar dit had natuurlijk op de lange baan had dit geen stand gehouden. Nee. Deze twee, geen mogelijkheid. Nee. Nee, geen mogelijkheid. Gemiste kans. Ach, daar hebben jullie er wel veel van gehad, volgens mij. Van gemiste kansen. Het was dit keer een warme en vooral bijzondere match-up. De dames waren aan bod. Zij mochten gaan kiezen wie hun match zou zijn. En ze hadden de vorige keer behoorlijk veel kritiek op de mannen. Dus gaan zij het deze keer beter? Not. Divi Divi, kom maar naar voren. Oh, mooie jurk. Goedenavond, Divi Divi. Hi Kai. Je hebt vandaag een paar pittige discussies gehad. Ja, vind ik lekker. Vind je wel lekker? Ja, kom maar op. Maar de groep... Die dag was zo winderig, toch? Met name Ivo, vonden/vindt dat jij niet echt uitspreekt over wie dan die perfecte match is. Dat je ze allemaal een beetje aan het lijntje houdt. Nou, ja, ik vind zelf niet dat ik ze aan het lijntje hou, maar ik weet het gewoon niet. Net zoals dat eigenlijk niemand het hier weet, want anders hadden we Team Beams gehad. Hmm. Vanavond is mijn perfecte match Ivo. Ivo! Oh, joh. Ja, ik had mijn pijlen gericht op Jasmine, maar dit is ook een potentiële match. Iedereen boos. Dus ik vind het geen rare keuze. Ik weet niet wat de groep hiervan vindt. Ik vind het geen juiste keuze, want even was het nog helemaal Jamal en zo. Ook
denk dat ik ook wel vanuit jou spreek. Ivo stond bij jou op nummer 1. En nou kiest zij, kaapt zij Ivo, zeg maar, voor Jasmine weg. En ik vind het gewoon een onhandige keuze. Even zonder dolle. We zijn op 2 dates geweest. We hebben dingen uitgesproken. Ik heb je altijd de ruimte gegeven. Maar, achteraf gezien, je had wel bepaalde dingen naar mij moeten uitspreken. Want ik mag je als persoon, ja, maar ik vind dat je in bepaalde gedeeltes van de week dan niet echt heel oprecht bent geweest. Ja, god, we zien Joey in de date, dan toch in de matchup hebben we het over Jamal, nu Ivo. Er gebeurt bij jou echt heel erg veel in deze aflevering, hè? Ja, ik zie het, inderdaad. Ja, maar nogmaals, ik weet het niet. Net zoals dat iedereen die daar dus iets te zeggen had over mij het ook even goed niet wist. Op dit moment zijn er wel echt best wel veel mensen met een felle mening richting jou. Mm-hmm. Was dat lastig? Nee, want ik had zoiets van, ze weten zelf ook niet wat ze aan het doen zijn. Dus ze kunnen wel op mij vlammen, maar er is maar 1 beam, dus iedereen heeft het fout. Dus eigenlijk zijn ze gewoon boos ook op zichzelf, denk ik. Saron, hoe vind je dat Divi Divi het doet? Goed. Ja, nee, echt. Ik zat serieus op de bank en het is niet geloofd dat ze... You go, girl. Nee, maar echt, jij speelt echt vanuit je gevoel. En je bent eigenlijk een van de weinigen, tot nu toe, die dat doet. Maar die zich daar ook letterlijk over blootstelt. Ja. Die gewoon aangeeft, hey jongens, ik vind het moeilijk. Mijn hart zegt dit, mijn gevoel zegt dit, tactiek zegt dit... Jullie zeggen dit, jongens, ik weet het niet meer. Ja, dit spel is 1 grote mindfuck natuurlijk. En ik vind daarin dat jij het heel goed doet, omdat je de groepen bij betrekt dat je het lastig vindt. En ja, je maakt hier nu een keuze die niet iedereen zag aankomen. Mm-hmm. Maar ik had in jouw geval denk ik hetzelfde gedaan. Oh, thanks. Ja, nee, dat meen ik. Toch fijn om even... Ja, precies. Ja, snap ik wel. Ja. Oh, Mickey, hoe vind je dat je zus het doet? Ik weet niet of ik het anders zou doen. Gewoon aankijken, gewoon iedereen ontmoeten, met iedereen een beetje praten. Kijken met wie je een klik hebt, ja. Je kan niet beter doen, toch? Ja. Mm. Als je alleen maar op 1 iemand gaat focussen, dan... Ja, maak je het jezelf ook heel moeilijk. Ja. Maar dat is waar het nu ook steeds fout gaat in die groep. Namelijk dat op het moment dat er ook maar dit van een overeenkomst of raakvlak is... jij bent mijn match. En alsof het dan direct wordt geclaimd. Zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Sterker nog, in principe als je gaat kijken naar het type groep wat hierin zit... dan hadden meerdere matches kunnen maken bij meerdere personen. Nou, je hoort het van de matchmaker, je doet het prima. Je doet het hartstikke goed. Ja. Goed, het gaat natuurlijk om die beams. We willen beams krijgen. Misschien is het wel het belangrijkste moment van de aflevering. Dus gaan ze het deze keer wel goed doen? Oké, het moment is daar. De matchup. Die zal onthullen hoeveel perfecte matches jullie gevonden hebben. Dat wat jij maar niet wie de perfecte matches zijn. Dat is aan jullie om verder uit te zoeken. Achter mij staan 10 beams. Beam. Staat ze perfecte match. 1 beam, 1 perfecte match. 10 beams, 10 perfecte matches. En dus dat bedrag van 200.000 euro. Laten we beginnen. Daar gaan we. Let's go. Beam. Iedereen kijkt ook om je chagrijn. Nee, kom op, man. Yeah. Minimaal 1. Tuurlijk. Kom maar. Jij gaat het. Oh my god. Hou het dom. Oh, joh. Maar 1 beam. What happened? Ja, gewoon drama. Ik vind het wel grappig dat in de vorige aflevering natuurlijk de dames of de boys gingen een beetje van... Ja, jullie doen het niet goed, dit, dat, zo. Klopt. Jij vindt het zelf helemaal slecht gedaan. Ik had het gevoel dat er best wel veel mensen naast elkaar zaten en dachten... Nou, volgens mij kan dit best wel een match zijn. Ja, jij wel. Hoe kan dit er dan uitkomen? Waar denk je dat het mis is gegaan, Divi? Dat iedereen dus misschien te veel op 1 persoon focust. En dat ze ook wat meer... hadden moeten twijfelen tussen verschillende mensen. Ja, misschien wel. Je trekt hem nog even door gewoon.
Waren er nou op dit moment mensen die al een soort van tactisch bezig waren? Want Boudewijn die vertelde iets over volgens mij Delano, die echt alles een soort van in zijn kopje had opgeslagen. Ja. Hoe ging dat op dit moment? Ja, Delano is sowieso een hele slimme jongen. En hij kwam een moment in de show dat hij eigenlijk in principe alle match-up ceremonies naast elkaar had gezet, zonder pen en papier. Als het ware ging hij gewoon overrekenen. En tot hij als het ware uitgerekend wie dan niet elkaars match was en wie dan wel. En zodoende begon hij later een beetje te puzzelen. Dus ik denk dat hij daarom ook aan het balen is. Wauw. Hij zit er echt doorheen, want hij denkt, er zit iets. Hij is aan het rekenen, hij is aan het kraken. Ja. Wauw. Ja, dat is wel knap hoor. Ja, en dan maar één beam, dan wordt de puzzel natuurlijk wel steeds lastiger. Dus eigenlijk is het zo, wie van die één van die 10 koppels die dan eventueel de boot zou ingaan, als dat dan een perfect match is, dan weet je precies dat de andere 9 koppels sowieso niet zijn. Ja, dan krijg je dan ook wel weer veel. Nee. Dus als jullie het goed spelen in aflevering 6, dan zouden jullie mogelijk hier nog wat aan hebben. Ja, wellicht wel. Saron, wordt het nu nou steeds lastiger, dit spel? Ja, dat denk ik wel. Want er komen nu natuurlijk ook gevoelens in het spel, letterlijk. Althans, dat hoop ik. Waardoor je je echt gaat afvragen, moet ik mijn hart volgen? Net als Divi, moet ik mijn gevoel volgen? Of mijn intuïtie? Of is het toch tactisch? We zijn nu bijna halverwege. Ja. Er is eigenlijk nog vrij weinig gebeurd. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat een bepaalde deuk geeft op je zelfvertrouwen. Dus ik denk, ik zit er tot nu toe helemaal naast. Komt dit überhaupt nog wel goed? Wat zou je Joey en Divi adviseren? Ga gesprekken voeren met de mensen waar je misschien niet direct op af zou stappen. Lieve mensen, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie bij mij hier op de bank zaten. En dan was dit alweer de 5e aftertalk van Are You The One. Er is nog geen één perfecte match, dus ze gaan echt hun best moeten doen. Gaat het de volgende keer beter zijn? We gaan het zien. Tot dan. Hey, mijn naam is Joey en ik wil even zeggen, superleuk dat je hebt gekeken. Abonneer even op MTV Nederland.